Dus ik ga jullie even een roomtour geven. We zitten even in de auto, want het is vreselijk weer. Het is echt alleen maar aan het regenen. Wat gebeurt hier nu weer? Ga je gedag zeggen? Zeg maar doei! Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Wij zijn echt net aangekomen in Berlijn. En Mick is nog even de auto parkeren. Samen met mijn broertje. En even hier met mij. Wij hebben een Airbnb geboekt. En gewoon mega chill. Dus ik ga jullie even een room tour geven. Nou, hier kom je binnen. En dan is hier onze kamer. Even haar bedje. Nou, wij slapen dus apart. Dat is dan wel een beetje jammer. Maar ja, prima. We slapen hier toch alleen maar. En we zijn toch... Eigenlijk, most of the time, zijn wij gewoon buiten. Dan is dit de badkamer. Nou, super chill. Regendouche. Mirror. Top. Dan is dit de living room. Het licht is helemaal blauw. Ja, dit is beter. Dit is dan de living room. En dan is hier een slaapbank voor mijn broertje. Wat is er, schat? Ik ga zo je schoentjes aandoen, ja? En hier gewoon heel chill de keuken. En dan kunnen we hier lekker ontbijten. Of ik denk dat we dat vooral buiten de deur doen. Maar helemaal chill. Ik ga me even opfrissen. Zodat we gewoon meteen de hort op kunnen. Ik ben wel eens eerder in Berlijn geweest met Patrick. Dat was super leuk. Maar toen zijn we echt mega kort gebleven ook. Dus ik heb toen niet echt heel veel van de stad gezien. Het was toen ook echt midden in de winter. Dus we waren eigenlijk alleen maar gewoon... in tentjes en eigenlijk niet echt lekker uitgebreid iets van de stad kunnen zien. We waren er ook niet zo heel erg lang. Maar nu zijn we 4 dagen, dus prima tijd om gewoon even deze stad te verkennen. Ik heb zoveel zin om gewoon even lekker te chillen hier in Berlijn. Nou, Eve vindt het ook helemaal top. Die heeft de hele rit ook gewoon bijna geslapen. En ze was even wakker, maar toen ging ze gewoon gezellig kletsen en... Nou, dat was helemaal gezellig. Toch, Eve? Vond je het leuk, de rit? Papa niet. Papa niet? En papa moest veel rijden. Mick die heeft bijna de hele weg gereden. En ik heb de laatste 2 uurtjes gereden. Want hij kon gewoon echt niet meer. Dus prima te doen. We hebben het ook echt volgens mij in 6 à 7 uurtjes gereden. Oké, ik ga me klaarmaken. En dan zie ik jullie zo. Oké, we zitten even in de auto, want het is vreselijk weer. Het is echt alleen maar aan het regenen. We waren even net een koffietentje ingesneakt. Om daar even te schuilen, even een koffietje gedaan. Maar we gaan nu gewoon even met de auto op pad. En een beetje de buurt verkennen en zo. Want lopend is het gewoon echt niet te doen. Dus ja. Eve, gewoon water even uit de dag. Ja, maar je moet het naar beneden doen. Het hele ding staat open. Wat? Zo, rare overgang, maar mijn camera was leeg. Dus nu heb ik even de lader gestopt. En nu kan ik weer filmen. We zijn aan het klaarmaken voor dinner. We gaan vandaag eten bij Dudu Sushi. Het is een Asian Fusion Kitchen. Super lekker, ik heb er zoveel zin in. En ik heb deze jurk aan van de Zara. En dan heb ik deze laarsjes aan. Ook van de Zara. Ik kreeg trouwens veel vragen over deze oorbellen. Deze zijn gewoon van de H&M. Oké, zin om te eten. Nou, super raar. Maar dat restaurant was dus gewoon dicht. Dat is tijdelijk gesloten.
Heel raar, want ik heb een hele reserveringsbevestiging gekregen. Wat gebeurt hier nu weer? Oké, doe maar normaal. Straks breekt het hele ding af. Nooit. Hier zitten vijf mensen op. Je ziet waar de power zit. No, let's get by. Oké. Maar goed, nu gaan we in een ander tentje eten. Gelukkig was daar nog plek. En dat is, schijnt een super mooie binnentuin te zijn. Waar je lekker kunt eten. Zo jongens, ik heb net lekker mijn make-up eraf gehaald. En nou, we hebben heerlijk gegeten bij dit tentje. Ik weet heel even niet meer uit mijn hoofd hoe dat heet, maar het was zo mooi daar. Echt op een soort van binnentuin. Daar was een super mooi restaurant. Echt onwijs lekkere wijn, onwijs lekker gegeten. En we gaan nu lekker pitten. Oh, ik ben zo kapot ook gewoon van die reis. Oh! Eva is ook helemaal uit de ritme. Die heeft overdag super lang geslapen. Dus dat wordt nog wat. Ja, dit was ons eerste dag in Berlijn. Zo heerlijk. En morgen gaan we lekker struinen, lekker de winkels in, lekker een beetje shoppen. Want vandaag was alles dicht op zondag. Hé, kom. Ga je naar papa? Ja. Oké. Ga je gedag zeggen? Zeg maar doei! Doei! Ja, dus vandaag was alles dicht. Dus morgen gaan we lekker, lekker even struinen. En hopelijk is alles morgen wel open. Maar op zich gewoon een chille eerste dag hier in Berlijn. Oké, jongens, ik ga de vlog afsluiten. Ik zie jullie morgen weer met een nieuwe vlog helemaal vanuit Berlijn. Tot morgen!